Hallo allemaal, daar ben ik weer. En jullie hebben als het goed is een beetje vakantie gehad. Maar ja, dat is een beetje raar in deze dagen misschien. Maar vorige week is een half uurtje op de steiger. Voor wie daar zin in had in de vakantie. En vandaag de bal. Dus ik hoop dat iedereen een bal heeft. En zo niet, schaf hem aan. Want zelf vind ik dit altijd een van de lekkerste lessen. En ik weet van jullie ook. Dat het een van de lekkerste lessen is. Dus kijk of je eentje kunt vinden. 22 centimeter doorsneden. Fitnessbal. Zijn te krijgen. We gaan beginnen met lekker op de rug liggen. Bal tussen je benen. Armen mooi neerleggen. En je begint eerst met rustig in- en uitademen. En gewoon even alles los. En je voeten even voelen. En rustig uit. Mooi diep in de buik ademhalen. Haal de ademhaling weg uit je schouders. En dan gaan we op de volgende oefening uitademen een klein beetje persen. Het is nog geen kracht, het is warming up. Dus je adem in, laat los. En uit. Lichtjes even mooi duwen. En dan adem je weer in, los. En adem uit. Duw een heel klein beetje. En adem in, los. En uit, duw. En nu ga je tegelijkertijd met het duwen inprint. Dus je adem in. En uit, mooi achterover kantelen. En in, weer terug. Mooi. En op de uit, weer achterover kantelen. Zachtjes inprint, niet te hard. En in, weer terug. Dus knijp een heel klein beetje in de bal en achterover op de uit. En adem in, weer terug. Laatste keer. Rustig achterover kantelen, beetje knijpen in de bal. En je laat weer los. Mooi, kom je tot zit. De bal blijft tussen je benen. Pak je achter je benen vast en iedere keer op de uit knijp je in de bal. En een beetje doorrollen naar beneden, een soort half row back. En op de in weer terug. En op de uit. Knijp in de bal en mooi ronde rug. En op de in weer terug. En uit. Knijp en rol af. Schouders mooi laag. En in weer terug. Nog twee keer. Knijp en rol af, schouders laag, navel mooi in. En weer terug. En de laatste keer. Knijp en rol af. En weer terug. Mooi, gaan we opzij. Gaan we even de rug een beetje losmaken in de draairichting. Je komt opzij liggen. Benen op elkaar. Hoofd iets hoger. Dus rol je handdoekje op als je dat hebt. Handen hier mooi op. En dan ga je telkens even op de uit mooi naar voren rollen. Dus je rolt naar voren, blaas uit. En op de in weer terug. En op de uit, de rol naar voren. Helemaal los rollen. En in weer terug. En uit, schouders weg van je oren en rol weg. En in weer terug. En nog twee keer, rol naar voren. Lekker uitrollen. En terug. En de laatste keer, blaas uit. En terug. Mooi, dan pak je de bal vast en dan rol je hem de andere kant op met je bovenlichaam. Dus je ademt in en uit, rol door. In, blijf. En uit, terug. En ik hoop dat jullie meer ruimte hebben dan ik. Dus adem in. En rol verder als ik doe, als er geen muur achter is. Blaas uit, rol door. In, blijf. En uit, weer terug. En adem in, open, schouders laag. En uit, rol door. In, blijf. En uit, weer terug. En de laatste keer, in, op. En uit, rol door. In, blijf, buik mooi aanhouden. En weer terug. Oké, gaan we dat even aan de andere kant doen.
dus hoofd een beetje hoger. Kom op je andere zij liggen. Hoofd voorop. En de bal is tussen je handen. Knieën zijn op elkaar. Dan ga je telkens even doorrollen naar voren. Even die schouder los en weer terug. En terwijl je dat zo doet, probeer je hoofd los te laten. Als het niet met bril gaat, doe je hem even af als je een bril op hebt. En terug. De schouders zijn weg van je oren en je buik trek je mooi in. En terug. En de laatste keer. Blaas uit. En terug. Pak je de bal vast als het lukt. Adem in open. En uit, rol door. Nou, ik heb iets meer ruimte hier in het lijf. En uit, weer terug. En als je dat doet, dus ga rustig door. Zorg dan dat je niet helemaal doorknikt met je schouder. Dus die bal hoeft niet op de grond. Je houdt je schouder stabiel. In, blijf. En uit, weer terug. Adem in, open. Mooie stabiele schouder. Ga door. Dus niet extreem ver in, blijf. En uit, weer terug. En de laatste keer in. En uit. In, blijf. En trek aan je buikspieren zelf weer terug. Mooi. Nou, dan gaan we verder met een sessie met de bips op de bal. En dat is natuurlijk echt het lekkerste wat aan de baloefeningen, aan deze baloefeningen is. Denk eraan dat je niet een te hoge handdoek dan hebt of te hoog kussen. Want als je met je bips omhoog gaat, wil je niet een knik in je nek. Dus of de handdoek gaat aan de kant of je doet een heel dun handdoekje onder je bips. Als je bij de bal onder je bips komt, dan mag je doen zoals je wil. Je mag je bips opwippen, maar je mag ook gewoon rustig gaan staan. En dan zit de bal, als hier ongeveer je riem van je broek zou zitten, en hier het einde van je bips, daar zit hij ongeveer. Dus hij is niet te hoog in de rug en ook niet te laag, want dan zak je helemaal door. Maar net een beetje in het gebied tussen je riem en het einde van je bips. Oké, voor de mensen die het al vaker gedaan hebben, die weten het al wel een beetje hoe hoog je moet, maar voor als je de eerste keer is, dan is het wel handig om te weten wat je doet. Oké, we doen dan één been op de vloer en één been hier. En dan ga je telkens op de uit, mooi wisselen. En uit, plaats, juist. En blaas uit. En blaas uit. En zorg dat je geen holle rug krijgt. Dus niet doorknakken, maar gewoon een beetje spanning op je buikspieren houden. En spanning. En spanning. Als dat nu heel makkelijk gaat, ik denk, nou makkelijk. Ik hou mijn balans wel met mijn bekken. Dan kun je handen in de lucht doen en dan kan je de oefening mooi op deze manier doen. En het op de stabiliteit van je diepe buik en rugspieren houden. En als het niet lukt, je wiebelt alle kanten op, dan doe je handen gewoon rustig op de vloer. En iedere keer rustig uitblazen. En uitblazen. En uitblazen. Oké. Als je dan klaar bent, dan kun je mooi even de knieën naar je neus trekken. En dat kan soms echt heerlijk voor je rug voelen. Sowieso na een dag hard werken en je hebt last van je rug, even op zo'n balletje liggen is voor de meeste mensen heel lekker. Ligt een beetje aan wat voor rugklachten je hebt, maar over het algemeen is het echt heel lekker. Oké. We gaan nu één been op de vloer doen en één been in de lucht. Punt je teen. Dan ga je telkens een heel klein beetje omhoog en naar beneden. Dus blaas uit voor 1 en terug. En 2 en terug. 3 en terug. En hou je buikspieren aan. Want als je dat niet doet, dan gaat je rug heel hol. En dat is niet de bedoeling. Het is oefening voor de buikspieren. En terug. Voelt dat nu niet lekker in je rug? Hè? Laat de oefening dan zitten. Sla hem even over. Ja? Buik aan, been gestrekt, punt. En dan gaat hij. Blijf uit voor 1. Heel klein beetje maar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. Oké. Dan ga je één been weer in de lucht doen. Mooi punten. Armen mooi zijwaarts. Dan ga je rustige rondjes draaien. Doordat je zo beweegt, moet je met je andere been je stabiliteit houden. Anders rol je van de bal af. Buik mooi aan. En als het heel erg makkelijk is, doe je met je handen in de lucht. En dan hou je je stabiliteit puur op je buik en je rugspieren en je bilspieren. Ja, dus maak het zo moeilijk of zo makkelijk als je het zelf wil.
Dan wissel je om. Rustig ademen in de lucht of niet en rondjes. Nou, je merkt al wel dat dit qua Pilates oefeningen veel minder kracht is allemaal. Dit is dit is meer balans en evenwicht zometeen, maar vooral balans. En echt voor die spieren is deze sessie vooral bedoeld. Dus verwacht geen brandende buikspieren heel erg, maar hè, dit is wel, hier worden andere spieren aangesproken. Oké. Knie even weer naar de neus, even lekker weer ontspannen. Rug mooi los en adem rustig in en uit even. Oké. Nu doe je de bal ietsjes hoger in de rug, als je dat lukt. Ja, zet je benen mooi neer. Dan ga je heel bewust met je bekken even in de bal kanten. Ik doe even mijn armen omhoog, je kunt zien. Dus mooi in. En weer los. Dus je rolt als het bal, waar de bal weg. Schaambeen omhoog. En weer los. En weer schaambeen naar de ribben trekken. En weer los. En trek aan. En weer los. En blaas uit. Ook dit kan met de armen omhoog. Maar verder is qua balans is hij niet zo uitdagend. En blaas uit. En terug. En de laatste keer. Blaas uit. En terug. Naar de bal weer ietsjes lager. Ja. Volgende oefening is weer meer balans. En probeer weer te denken van, nou, kan ik dat niet zo goed, laat ik mijn arm op de grond, anders weer in de lucht. Oké, dan gaat hij één been op, tweede been bij, één been terug en één been terug. Andere been eerst, adem in, blaas uit, vind je evenwicht. En terug, schouders ontspannen en in, en blaas uit, en terug, andere been eerst, op. En op. En terug. En terug. En op. En op. En terug. En terug. Oké, mooi de knieën weer naar de neus. Lekker ontspannen. Even hangen in je rug. Gewoon diep in en uitademen. En als laatste gaan we even beide benen tegelijk heffen. Als het lukt. Je begint dus niet met holle rug deze oefening en dan nu je benen optillen, dat is funest. Dus je begint in imprint, dus goed je schaambeen aantrekken. En dan ga je precies tegelijk op je tenen staan, benen in de lucht doen. En weer terug. En hou spanning, spanning op je buikspieren, zodat je rug niet hol gaat. Dus nog een keer. Goed aantrekken, bek achteroverkant en rustig met twee benen tegelijk omhoog. En blaas uit. Hou je buikspieren mooi aan en terug. Kantel en twee benen omhoog, blaas uit. En weer terug. Ik hoop dat je niet zo'n glad matje hebt, dus ik glijd steeds naar mijn hoofd. En dan rustig even, arm omhoog en probeer nog zo, blaas uit. Goed je buikspieren aantrekken en terug. Nou, als je niet zo'n goede rug hebt, dan weet je dat twee benen tegelijk heffen niet heel handig is. Dus dan blijf je gewoon één voor één heffen. En terug. Buik aantrekken en blaas uit, kom omhoog. En terug. En de laatste keer. Trek eerst je buik aan, kantel en dan beide benen tegelijk. En dan mag je doortrekken en je rug even weer die lekkere rust geven. Mooi, dan kom je van de bal af. En dan doen we even de schouderbladen pro en retractie. Ik ga even met de rug naar jullie toe zitten. Kan je goed zien. Je mag met je benen recht vooruit of in kleermaker zit. Bal mooi voor je. Schouders mooi laag. Bal tussen de vingertippen. Toppen en dan rustig wegschuiven. En schuif je schouderbladen naar je toe en naar beneden. En weer naar voren. Protractie. En weer naar beneden. En zorg dat niet je schouders daarin gaan, maar hou laag. En weer naar voren. En weer naar beneden. En weer naar voren.
En zak niet weg, hè. Blijf rechtop, alsof dat touwtje van je hoofd naar het plafond gaat. En nog één keer. Trek aan. En terug. Even de schouders ontspannen. Hou iedere keer mooi touwtje naar het plafond. En nu armen in de lucht. En probeer vervolgens je schouders laten hangen. Blaas uit. Buik aan. En adem in. En adem uit. Laat zakken. En maak het echt een schouderbeweging. Dus niet met de armen krom. Maar mooi armen recht houden. Omhoog. En trek die schouders weer naar beneden. Met rechte armen zoveel mogelijk. En adem in. En blaas uit. En adem in. En blaas uit. En adem in. En blaas uit. En de laatste keer adem in. En uit. Heel mooi. Kom dan weer liggen. En nu weer met handdoek onder je hoofd. Als je dat wil. Je mag altijd plat natuurlijk. Als je goed plat kunt. Oké. Bal mooi tegen je. Benen aan. Benen parallel. Deze oefening mag je ook met je hand onder je hoofd doen als je last van je nek hebt. Adem in, knik. Adem uit, kom omhoog. In, blijf. En uit, weer terug. Adem in, knik je hoofd. Adem uit, kom omhoog. In, blijf. En uit, weer terug. Knik. En uit, kom omhoog. In, blijf. En uit, weer terug. Hou je rug een heel klein beetje neutraal. In. En uit. Dus niet echt poef die rug erin drukken. Nee, hou een beetje neutraal. En weer terug. En knik. En hou neutraal. Blaas uit. In. Blijf schouders los. En uit. Terug. Oké, je kan hem nu nog even een paar keer snel achter elkaar doen. Dus je blijft een beetje boven. En dan is het 1 en 2 en 3 en 4 en 5, 6, 7, 8 en terug. En voel je nek. Mooi vastpakken. Kom je omhoog. En dan gaat hij. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en terug. Nou, dan kan je nog met je hand afwisselen. Andere kant, knik je hoofd in, kom omhoog. En dan gaat hij. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en terug. Mooi, knieën even naar de neus. Altijd voor ontspanning. Oké, als je nu de volgende oefening, als je last van je rug hebt, dan ga je zeker niet deze oefening doen, omdat je beide benen in de lucht doet. En dan doe je gewoon op deze manier de oefening. En knijp je in de bal. Ja? Oké. Handen achter je hoofd, mooi in. En kom omhoog, strek uit. En weer terug. En doe met de voeten op de grond, hè, als het niet goed gaat. Blaas uit. En terug. Hou je ellebogen mooi breed. Trek niet aan je hoofd. Je handen begeleiden je hoofd. En weer terug. Kin in, blaas uit, strek. En terug. Rug mooi stabiel. En blaas uit. Trek je buikspieren aan. En terug. Knik in en kom omhoog. En terug. Doe nog even in een makkelijke vorm voor. Knik in en kom omhoog. Knijp in de bal. En terug. Knik in, kom omhoog. Knijp in de bal. En terug. Oké, iedereen heeft het ongeveer 8 tot 10 keer gedaan. Even rustig weer in de weer wiebelen. Mooi. Dan ga je weer even handdoek weg doen. Of een heel dun handdoekje. En dan je ietsje onder op de mat. En dan kom je met je bips weer op de bal. Die hou je nu een beetje vast met je arm of met je hand, zodat hij niet wegrolt als je met je bips omhoog gaat. We doen dus de roll over. En voor de beginners zou ik hem gewoon met de benen in elkaar haken. En dan rustig even los en terug gaan. De gevorderden mogen ook de echte roll over doen. En dat is dus benen gestrekt, laten zakken, kom omhoog, blijf in die positie, knik in, spreid je benen en weer terug. En dan sluit je weer. Dus kies even of het moeilijk genoeg is en dat je alleen dit doet.
Of dat je zoiets hebt, oh, de echte rollover gaat me goed af en die neem ik even mee. Let op, tijdens deze oefening nooit opzij kijken, want dan komt er echt te veel spanning op je nek. Ik kijk nu wel opzij, maar zeker niet als je been omhoog is. Zo zijn. Ja, dan gaat hij. Doe je benen weg, adem in, blaas uit, rol door. Knik in je heupen, spreid je benen en langzaam weer terug. En dan gaat hij weer. Sluit je benen, adem in, blaas uit, rol door. Knik je benen, spreid en weer rustig terug. Let op je schouders, let op je hoofd. Adem in, knik, blaas uit. Knik en spreid en kom weer terug. Nog twee keer. Adem in, blaas uit, rol door. Knik en spreid en rol weer terug. Laatste keer. Knik in, let op je schouders, mooi laag. Knik en spreid en weer terug. Mooi, oké. Even rustig ontspannen. En dan gaat de bal weg. En dan gaan we de roll-up doen. Deze is best lastig voor een aantal mensen. En wat ik wel eens zeg is, doe een verhoging hier. Hè. Als je moeilijk omhoog komt of ga je niet helemaal terug. Daar kan je ook voor kiezen. Als je wel helemaal van onderaf aan kan, dan kan je deze oefening helemaal van plat naar voren doen. Rustig even door. Oké. De bal is schuin voor. Je hebt hier geen buikspieren verloren. Die trek je meteen even strak aan om te beginnen. Adem in, knik je hoofd. Je brengt de bal naar je been en je rolt hem rustig op. Nou, van een aantal van jullie weet ik dat dit niet lukt. Dus zorg dat je of niet helemaal naar de vloer gaat, of dat je hier iets hebt om je op te vangen, dat je niet zo ver naar beneden hoeft te gaan. Adem in, knik, schouders laag, blaas uit, rol wervel, wervel overeind. En weer naar beneden, schouders laag, buik aan en kom wervel voor wervel weer neer. Adem in, hou contact met je buikspieren, ribben laag, kom rustig omhoog. Naar je tenen toe, rol door. En dan weer langzaam naar beneden en terug. Nog twee keer. Knik in, schouders laag, blaas uit, rol op. Helemaal naar voren door. Voelt soms echt wel lekker, tenminste vind ik altijd. Schouders laag. En terug. En de laatste keer. Knik in. Kom omhoog. Ja. En weer terug. Oké. Dan doen we een beetje een alternatieve schaar. Alternatieve scissors met bal. Als je geen goede rug hebt, doe je deze oefening even niet. Kun je even tussendoor even schuine buikspieren doen of zo. Hè? Dat je benen maar op de grond blijven staan. Voor de mensen die prima rug hebben, benen in de lucht. Knik in, kom omhoog en we gaan de schaar doen. Blaas uit voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En rustig naar beneden. Ook nu als je last van je hoofd hebt, kan je dat gewoon met één hand doen. Doe nog één serie en pak dan je hoofd gewoon vast. En dan gaan we nog een keer strek op, kin in. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, schouders laag. 15, 16 en terug. Heel mooi. Nou, toch nog een beetje brandende buikspieren. Ik had gezegd, vooral balans. Maar toch ook wel een beetje, buikspieren zitten er altijd bij. Dan klem je de bal tussen je knieën. En je haak je benen in elkaar. Maar maakt niet uit hoe. Handen achter je bovenbenen. Kin in. En dan gaan we op en af rollen. Schouders mooi ontspannen. En knijp in de bal als je omhoog komt. Dan zet je automatisch je bekkenbodem en je buikspieren een beetje aan. Dus kin in. Rol op. Kom omhoog.
Als je het moeilijk vindt om evenwicht te houden, zet je gewoon je benen even neer. En anders blijf je in evenwicht. Schouders laag. Kijk naar je navel. Trek die aan en rol af. We gaan voor twee. Kijk naar je navel. Knijp die bal plat en kom omhoog. En rustig weer afrollen. En terug. En dan kijk kin in, blaas uit. Kom omhoog, moe. En knijp weer, ga weer naar beneden. En langzaam, 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 rol af. Vind je dit echt een makkie? Mag die natuurlijk zonder handen. Kom je rustig omhoog. En ga je rustig, langzaam af. Als je dat niet wervel voor wervel kunt doen, en hij gaat heel snel, heb je toch liever je handen erbij. Dan in plaats van zonder handen dat te doen. Dus hou controle. Pilates is controle. Rustig af. En terug. En de laatste keer. Knik in. Kom omhoog. En blijf even zitten. Oké, even de bal tussenweg. Zodat je spieren even kunnen ontspannen. We gaan nu weer een combinatie van kracht en balans doen. Van je buikspieren. Dus de bal blijft tussen je benen. Je benen zijn nu breed. Je pakt weer achter je bovenbenen vast. En je rolt weer af in een mooie C-curve, zoals we dat in Pilates noemen. Een mooie ronde rug, schouders lekker laag en vind je evenwicht. Het mag ook met de benen op de grond, één voor één, geen probleem. Mooi vast. En dan gaat hij doen. Eén been op, tweede been bij en terug en terug. Andere been eerst. Op, hou je evenwicht, blaas uit. En terug en terug. En op. En uit. En terug. En terug. Schouders laag. En op. En uit. En terug. En terug. En op. En uit. En terug. En terug. Mooi. Even je rug weer ontspannen. We gaan dan even deze oefening doorzetten in een open leg rocker. Een open leg rocker is met de benen breed. Door de rolling like a ball met de benen breed en recht. Met de bal kunt u niet super breed, maar je houdt de bal eigenlijk tussen je benen terwijl je dat doet. Let op als je de open leg rocker inzet en je hebt hem nog nooit gedaan. Niet of met je hoofd achterover gaan of helemaal hup je benen achterover. Het is heel subtiel. Je kantelt je bekken, je rolt achterover en je rolt niet verder als je schouderbladen. Dus je komt niet in de buurt van je nek en je hoofd. Oké, dan beginnen we met de benen gestrekt, dan mooi inrollen, achterover en weer terug. Het mooiste is als je dit met helemaal rechte benen kunt doen, dus als je lange hamstrings hebt, die ik helaas niet heb, helemaal gestrekte benen, zo hoort je eigenlijk. Oké, blijf naar je navel kijken, strek je benen, kantel in, achterover tot je schouderbladen en weer op. En nog een keer, kantel in. Dus niet met je hoofd inzetten, niet met je voeten inzetten, je bekken intrekken, kantelen of je buik intrekken. Dat is de inzet van deze oefening. Schouders laag, niet gespannen. En het mooiste is als je inademt en uitademt. Maar dat mag ook andersom. En in en uit. En nog één keertje, strek je benen, kantel en uit en ontspan. Mooi. Even de bal tussen je benen en rol even naar voren om even te ontspannen. Schouders laag. En kom even weer omhoog. En dan gaan we nog een keer. Rol mooi weg. Schouders laag. En strek weer op. En de laatste keer. Blaas uit. En terug. Oké, gaan we even iets voor de bilspieren doen. De shoulder bridge. En die kan met de bal op eigenlijk twee verschillende manieren. Als je van jezelf weet, ik heb snel kramp in mijn hamstrings. En dat weet je van mijn lessen wel dat het snel gebeurt. Dan doe je gewoon de bal tussen je benen. En dan ben je voeten dichtbij. En dan ga je met de rechter rug, want dat is de shoulder bridge. Niet werf voor werf. Omhoog en knijpt in de bal. En weer terug. Dus dat is de makkelijke variatie als je snel last hebt van de hamstrings en moeilijk balans hebt. En wil je iets meer uitdaging, denk je dat dat ook kan. Dan zet je voeten op de bal. Dan gaan we kijken of we gewoon een beetje onze balans op de bal kunnen vinden. Zonder dat de hamstrings helemaal in de brand gaan. Oké, wat belangrijk is, is bij dit, je bips gaat omhoog. Dus geen dikke handdoek onder je hoofd. Geef je nek de ruimte.
Oké, okay. Gaan we mooi rustig omhoog. Blaas uit. In, blijf. En uit, weer terug. Dus heb je de bal tussen je benen, knijp dan in de bal. Rustig omhoog. Blaas uit. En weer terug. En omhoog. Blaas uit. Kijk of je een beetje hoger kan komen. En terug. En blaas uit. En terug. En dat helpt echt als je denkt, tenminste als je deze variatie doet. Ik duw met mijn hakken in de bal naar de vloer toe. En terug. En blaas uit. En terug. Mooie uitdaging dit altijd. Nog twee keer. Blaas uit. En terug. En nog één keer. Blaas uit. Mooi. En nou, als je deze variatie gedaan hebt, zeker die hamstrings even rekken. Dus dat gaan we weer even doen. Super belangrijk, want anders blijft echt het krampgevoel er een beetje in zitten. Of de spanning. Dus mooi naar voren. Hoofd laag, schouders laag. Tenen naar je toe trekken. En weer op. En dan gaat hij nog een keer. Blaas uit. En weer op. En blaas uit. Schouders laag. En weer op. En de laatste keer even lekker doorrekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en terug. Mooi. Gaan we weer even een sessie met de pips op de bal doen. Ze komt weer liggen. Doe de bal weer onder je. Oké. Okay. Ongeveer tussen je riem en het einde van je pips. En wat eerst al lekker is, is dat je gewoon even speelt met je benen. Hè? Dus kijk of je juist je handen nodig hebt en hou je die opzij. Heb je ze niet nodig, kan je ze op je leggen omhoog. Maar in ieder geval doe je volledig alles met je buik en je rugspieren. Ja, en dan kun je een beetje zo spelen. Kijken, ogen even dicht doen. Beetje heen en weer met je bips. En alles is eigenlijk goed. Je bent continu aan het werk, terwijl ik je helemaal nog geen oefening geef. Als je je knieën tegen elkaar aan doet, mooi. Een beetje los. Geen holle rug hebt, dus daar moet je even denken. Hij heeft ook niet helemaal bol, maar gewoon net van niet hol. En wat van belang is, dat je niet heel hard met je schouders aan het werk bent als je armen los zijn. En dat je hoofd ook ruimte heeft. Dat je niet keihard met je hoofd in de mat duwt. En terwijl ik zo praat, denk je, nou, ik ben niks aan het doen. Maar je lijf is echt heel hard aan het werk om je pips mooi in balans te houden. Dus gratis training, try te praten. Oké, gaan we even de volgende oefening doen. Benen mooi recht. Gaan we een rustige schaarbeweging doen. Ook dit mag met je handen op de vloer. Omhoog, wat je wil. Dus rustig door, blaas uit. En los. En blaas uit. En los. En blaas uit. En los. En blaas uit. Schouders ontspannen. En los. En blaas uit. En terug. Oké. Ik glij steeds naar voren. Lekker matje dit. Volgende keer weer een ander. Oké. Zorg in ieder geval dat je goed op de bal blijft liggen bij deze oefening. Hè? Gaan we mooi spreiden en sluiten. En dan kan je ook met je armen meedoen eventueel. Dus dan moet je zelf even weten of je niet op de vloer laat. En dan gaat hij rustig spreiden. Probeer iets van ontspanning te vinden. En terug. Schouders ontspannen. Blaas uit. En weer los. En blaas uit. En weer los. En blaas uit. En los. Nog drie keer rustig uitblazen. En los. En twee. Blaas uit. En los. En de laatste keer. Blaas uit. Oké. Knieën naar de neus. Trek de bal toevallig maar naar je toe als je dat nog een beetje moet. Even ontspannen. Even lekker rekken. En de laatste is natuurlijk de helikopter. Die is altijd wel coördinatief wat moeilijk. Ook om uit te spreken trouwens. Wat is de helikopter? Ik doe het even voor met mijn benen nu. De benen zijn bij elkaar. En je
schrijft met je beide voeten één deel van een liggende acht. Nou, lastig of een oneindig teken. Dus als dit een liggende acht op het plafond is, schrijf ik daar. Die op het plafond. Ziet er als volgt uit. Eén been gaat de ene kant rond, aan de andere. Spreid en sluit in het midden. En dan draai je de andere kant op. Spreid en sluit in het midden. Ja, dat vergt wat coördinatie. Je wordt uitgedaagd om je balans te houden en na te denken. Dat is ook altijd goed. Oké, daar gaat hij. Rustig spreiden, blaas uit. En vind het midden weer. En blaas uit. En nu weer, laat je handen op de grond als het niet gaat qua balans. En blaas uit, maar hou je schouders en je hoofd ontspannen. Dus geen druk op je hoofd terwijl je zo ligt. Rustig ontspannen. En blaas uit. En sluit. En blaas uit. En sluit. En blaas uit. En sluit. En de laatste keer blaas uit. En sluit. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal oefeningen. Hè? Als je gewoon vaak last van je rug hebt en je vindt het lekker om zo te liggen voor je onderrug. En heel veel mensen vinden dat. Kan je gewoon allemaal een beetje spelen op die bal. Heb je geen juf voor nodig. Pak dat balletje, ga er 10 minuten op liggen. Werkt heerlijk ontspannend. Oké. We gaan verder in zijlig. Ja, dat gaan we doen. Even de bal weg. Pak je handdoek weer. Ja, zodat hij weer lekker onder je hoofd kan. Als je het kan hebben met je schouders, ga je zo liggen. Kan je het niet hebben, ga je zo liggen. De uitdaging als je armen onder je hoofd hebt, is natuurlijk groter qua balans. Maar het moet natuurlijk wel kunnen met je schouder. Dus kijk of dat kan. De bal, die komt onder je been. Onder je onderste been. En dan ga je eigenlijk net met je enkel en je voet gedeeltelijk op. En voor de rest is het belangrijk dat je je heup gestrekt houdt. Dus ik strek me door. Desnoods de bal nog iets naar achteren. Ja, maar je wil geen gebogen heupen. Mooi recht in je heupen. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Oké. Ik neem even de tijd zodat iedereen ook even rustig kan liggen. Want die bal moet even goed. En ook al lig je al even, je voelt al, je bent alweer met je lichaam aan het werk. Dus ook als je niks doet verder qua oefening, ben je alweer aan het oefenen. Oké. Belangrijk bij deze is schouders ontspannen, niet omhoog trekken en niet keihard met je hoofd in je handdoek duwen. Dus ontspan. De hand is rustig voor je. Nou, voor je buik zo'n beetje die schouders laag is. En dan gaan we mooi het been op en neer doen. Dus rustig op, adem in. En uit. En op. En uit. En op. En uit. En zorg dat je rug niet te hol is. Hè? Dus buik mooi aan, een beetje kantelen. Maar wel gestrekte heupen, dus niet gebogen. En uit. Voelt het niet goed in je rug? Doe je benen ietsjes krommer. Of de bal ietsjes naar voren, kan je proberen. En anders doe je deze oefening zonder bal. Geen probleem, been omhoog. Maar forceer jezelf niet. En weer los. Oké. Wil je tussendoor ontspannen, kan je gewoon even je knieën neerleggen. Gaat het gewoon goed, ga je gewoon door. Ja, kan je gewoon een beetje mee spelen. Dan gaan we rondjes draaien. Dus arm, been omhoog. Trek dat been draait en rondjes. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5. 6, 7, 8 en terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en leg weer neer. Heel mooi. Na de rondjes is een hele mooie oefening de schaar hier. Dus je doet het bovenste been een klein beetje omhoog. Gaan we een hele snelle schaarbeweging doen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en neer. Buik mooi aanhouden, ribben mooi naar beneden. En dan gaat hij nog een keer. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en terug. En zorg dat je schouders ontspannen blijven, je hoofd mooi recht. Laatste keer, benen omhoog scharen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Met de benen op de bal, buik mooi aan. Kan je dan nog even je hand omhoog doen. Buik mooi aan. Soms gaat het moeilijk, soms lig je stabiel als een huis. Wisselt ook wel eens per dag. En of je last van je rug hebt. Maar ook gewoon of je een vermoeide dag gehad hebt. En sommige mensen hebben sowieso een perfecte balans. En die kunnen eeuwig zo liggen. Oké. Dan moet je proberen qua handigheid om te kijken of je tussen je benen kunt krijgen.
Dat lukt niet altijd, dus je mag even gaan zitten en hem tussen je benen doen. Ja, geef ik je even de tijd voor. Buik mooi aan. Nu gaan beide benen in de lucht. Dat is goed je rug beschermen. Trek je navel aan en rustig omhoog. Plaats uit voor 1. En terug. Ribben goed naar achteren. En 2. En terug. Die ribben goed naar achteren is goed voor je rug. En 3. En terug. Plaats uit voor 4. En terug. Schouders ontspannen, hoofd ontspannen. 5. En terug. En 6. En terug. Plaats uit voor 7. Mooi de voeten recht houden. Niet de punten van de tenen naar elkaar toe. En 8. En terug. Heel goed. Trek even aan. Mooi. Nou, alles aan de andere kant. Dus kom even hier liggen. Jullie ook aan de andere kant. Bal weer aan het eind van het matje. Daar leg je onderste voet op. Benen mooi recht. Even een beetje spelen. Handen onder je hoofd of inderdaad je handen naar voren. Even kijken of je een beetje recht ligt. Ja, je schouders ontspannen, hand voor je buik. En je zal merken dat de ene kant vaak beter ligt dan de andere. Hè? Dat zijn jullie wel een beetje gewend, maar dat is met deze oefening ook zeker zo. Oké, gaan we één benen op. 1 en terug. En 2 en terug. En 3 en terug. En 4 en terug. En 5, schouders laag, buik aan. En 6, en terug. En 7, en terug. En 8, en terug. Mooi. Gaan we rondjes doen. Blijf uit voor 1, en 2, en 3, en 4, en 5, 6, 7, 8, en terug. Buik, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en leg weer neer. Wil je pauze, doe je even de benen krom. Gaan we de schaar doen. 1 been omhoog en dan gaat hij. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. En nog een keer. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. En de laatste keer omhoog. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 en terug. Oké, even desnoods even voor het balans even schouders ontspannen, buik aan, vind je evenwicht. Desnoods doe je nog 1 been in de lucht. Nog een extra uitdaging. Dus. Ja, en terug. Oké, doen we weer even de truc dat je hem tussen de benen krijgt. Kijk of het in één keer lukt en anders ga je even zitten en dan zag je dat hij tussen je benen gaat. Die hand voor je buik, schouders mooi laag. En ribben mooi, niet uitsteken, maar mooi intrekken. En dan gaan we beide benen omhoog. Plaats uit voor 1. En terug. En 2. En terug. En 3. En terug. En 4. En terug. En 5. En terug. En 6. En terug. Schouders laag. 7. En terug. En 8. En terug. Mooi. En dan heel even de knieën naar je toe trekken. Heel even ontspannen. Mooi. Dan gaan we even de bal neerleggen. En dan kan je even je handen eroverheen doen dat hij niet wegrolt. Want het is toch zo knullig als je met je bips omhoog komt. We gaan de oefening als volgt doen. Je komt eigenlijk op de bal. Je zit een half. Dus je zit er niet recht op, maar je is zo'n beetje half onder, nou, het dikste deel van je billen eigenlijk. Daar is die ongeveer. En je doet je benen gestrekt. Dan wil je niet de knieën overstrekken, dat is niet goed. Dus je hebt een beetje basisspanning. Het is een beetje krom. Desnoods zet je knieën even tegen elkaar aan, dan knakken ze niet zo door. Heb je heel veel last van je knieën, is deze niet aan te raden. Dus dan kun je beter even overspringen of on my part met deze houding even te doen. Ja, dus kijk even wat je het beste kan. Knieën mooi actief. Schouders is hetzelfde laken pak. Dus niet doorhangen, maar mooi actief. Ja, en de ellebogen niet op slot, maar een klein beetje los. Dus niks op slot eigenlijk. Oké, bekken mooi kantelen. Dus geen holle rug, maar een beetje in. En rustig even omhoog. En 1. En terug. En blaas uit voor 2. En terug.
En 3. En je hoofd gaat mooi mee. En 4. En terug. En denk je ellebogen niet op slot, knieën op slot. 5. En terug. En 6. En terug. En 7. En terug. En 8. En terug. Oké. Even de schouders ontspannen. Ja, mag even de handdoeken weer af. En dan kom je met beide knieën op de bal. Dan kan die bal gelukkig allemaal wel hebben. Dus dat kun je gewoon doen. Even goed je evenwicht vinden. Ja. Ook nu weer ben je heel snel geneigd om je schouders aan te trekken. Schouders weg van je nek en niet doorzakken. Blijf actief alsof er iets vies onder je neus zit. Dus duw weg. Nou, voel je heel onzeker, kan je voeten op de grond laten. En dat is het dan voor vandaag. Gaat het goed? Dan kan je mooi even een beetje, terwijl je actief in je schouders blijft, je hoofd niet laten hangen. Een beetje spelen met de knie op de bal. Geen holle rug, maar ook niet bol. Gewoon een beetje ertussenin. Soms vinden mensen de polsen vervelend. Kan je ook deze manier. Ja, dus kan je alles een beetje spelen. Schouders blijven ontspannen. Oké. Op een andere manier balans als wanneer je met de bips erop zit. Als je de bal nu iets verder richt, doe het een klein tikje. Kun je mooi een oefening doen dat je helemaal de bal naar je toe trekt. En dan weer helemaal weg. En dan trek je hem weer helemaal naar je toe. Kun je erop gaan zitten, schouders los. En blijf actief in je schouders. Geen al te holle rug, klein beetje doorrollen. Hou je buik actief en je schouders actief. En weer terug. Sla deze gewoon even over. Voor sommige mensen zal die echt te zwaar zijn. Dus sla hem dan even over. En rol weer door. Schouders actief. Vind je balans. En rol weer naar je toe. En rol weer weg. En weer naar je toe. En de laatste keer, rol weg. En weer naar je toe. Mooi. Even de bal om jezelf vandaan. En dan even een lekkere shell stretch met uitrekken op je armen. Alles even ontspannen. En dan kom je even weer wervel omhoog. Dus je drukt even in de bal met je handen. En rol de bal naar je toe. En dan ga je weer met je vingertoppen in de bal rollen. Buik aan en rol weg. Buik goed aantrekken. En rol weer op. Dus eerst je onderrug, je middenrug, je bovenrug. En rol wervel op. En nu is weer je hoofd. En duw in de bal. Buik aantrekken en weer weg. Eerst weer je bips, onderrug, bovenrug, schouders. En zet je hoofd erop. En de laatste keer. Tjonge. Gaat toch regenen. En weer weg. Juist. En, nou ja, ik vind het zelf altijd lekker voelen. Maar het is ook een beetje hoe je schouders natuurlijk zijn. Maar ik vind het echt heerlijk ontspannend. Oké, nu gaan we als laatste nog even de swan dive met de bal doen. En luister goed naar mijn aanwijzingen. Want als het niet zo lekker gaat, dan is het niet lekker voor je rug. Dus wees gewoon heel alert op wat ik zeg. En dan is deze oefening goed te doen en ook wel lekker te doen. Handdoek komt weer onder je hoofd een klein beetje. Ja. Ik doe mijn bril even af bij deze. Want dat is wat handiger. Je voorhoofd is op je handdoek. Je handen liggen op de bal. En je benen zijn uitgespreid zoals bij swan dive altijd. Eerst hoek van de mat. Hielen naar binnen, tenen wijzen naar buiten en er zit leven in de benen. Dus er zijn niet slap, een beetje spanning op de bovenbenen en in de bilspieren. Dat is met de swan dive het geval. Dan haak je handen, ik hoop dat je het zien kan, in elkaar en die leg je ongeveer met je pols op de bal. Gaan we eerst even alleen even de armen bewegen. Wat ik wil is dat de armen recht zijn en dat je niet op deze manier beweegt, dat ze krom en recht gaan. Nee, je armen zijn recht en je schouderbladen gaan heen en weer. Dus ik hou mijn armen recht en ik rol de bal weg. En ik rol de bal weer naar me toe. Dat is maar een paar centimeter meer beweging. Zit er echt niet in je schouderbladen. Maar een klein beetje zo bewegen.
Dus dit is de beweging van de schouders. Laat je armen even weer ontspannen. De beweging van de benen is alleen maar spanning op de benen, knieën optrekken en bekken kantelen. En weer los. Dus spanning op de benen, knieën aantrekken, bekken kantelen. En weer los. Nog één keer. Trek die knieën los van de vloer. Kantel je bekken. En weer los. Nu gaan we dit combineren. En dan komen we tot de swan dive. Kijk anders één keer even op de video. Dan kan je daarna mooi meedoen. Mijn armen zijn gestrekt. Bal is onder de pols. Ik spoel spanning op mijn benen. Kantel mijn bekken. En ik rol mijn schouders naar me toe. En dan rol ik mezelf omhoog. En zie naar mijn schouders. Die zitten niet hier. Maar laag. En weer terug. Ja, dus hier komt alles bij elkaar. We gaan hem 8 keer doen. Als hij niet lekker voelt voor je rug, stop je ermee. Oké, daar gaat hij. Benen, bekken, schouders en rol op. Hou die schouders laag. Trek je buikspieren aan en rol de bal weer weg. En buik, bekken en kom omhoog. Schouders laag. En weer terug. En zorg dat je hoofd ook mooi meegaat. Knieën, bekken, buik en kom omhoog. Schouders laag. En weer terug. Nog een keer alles aan. Mooi als een rustig wervel omhoog. Schouders laag. En weer terug. Leg je hoofd mooi neer. Nog 2 keer. De bekken, benen. Mooi spanning onderin. Buik aantrekken. Schouders laag. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Sorry. En de laatste keer. Kantel alles. En kom omhoog. En weer terug. Oké, dat was een mooie swan dive. Even mooi even weer op de bal rollen en je rug even de andere kant ontspannen. En dan kom je weer wervel omhoog. Als laatste gaan we dus de push-up doen. Op de knieën mag het, mag ook een echte push-up wat je wil, maar wees fijn voor je rug. De bal is alleen maar even om aan te tikken. Ja, dus je armen leg je ongeveer hier. Knie iets verder, schouders actief en probeer niet door te zakken. Nee, want dan is het heel makkelijk, zo kan ik de bal wel aanraken. Maar gewoon mooi actief en dan net even aantikken. Dan gaat hij hoofd mooi in positie en 1 en terug. En 2 en terug. En 3 en terug. En 4 en terug. 5 en terug. Mooie schouders, 6 en terug. Hoofd niet laten zakken, 7. Terug, buik aan, 8 en terug en 9 en terug en de laatste keer 10 en terug. Makkie. Oké. Hebben we alle oefeningen gedaan? Kan je even je normale ontspanningsdingen doen? Kan een kleermaker zit. Kunnen we even de schouders even losdraaien. Mooi. Schouders achteruit. En schouders achteruit. En terug. Neem de arm even mee in. En terug. De andere kant op in. En terug. En in. En denk even na. Oh ja, mijn buikspieren kan ik nu loslaten. Mijn bekkenbodem loslaten. Maar ik ben heel erg geneigd om alles nog vast te proppen. Maar absoluut niet de bedoeling. Alles los als de les klaar is. Niets ergens als altijd met gespannen buik en bekkenspieren rond te lopen. Oké, handen lekker ontspannen. En even je hoofd nog mooi rond. En andere kant. Laat je buik los. Laat je bekkenbodem los. En ontspan. Kun je de bal nog even pakken. En dan even rustig uitrollen. Mag ook met de rechterbenen. Heel veel mensen zitten liever niet in kleermaker zit. En met rechterbenen. Dan wil je mooi met rechterbenen. Lekker ontspannen. En nog een keer blaas uit. En kom weer in. En de laatste keer blaas uit. En terug. Oké, de
het was het weer voor vandaag. En nou, ik hoop dat je het net zo lekker vond als ik. Ik vind het altijd een super lekkere les. En we zien elkaar volgende week. En waarschijnlijk gewoon een gewone les. Oké, tot de volgende keer. En blijf gezond iedereen, hè. En laat me weten wat je nog steeds van vindt. Doei doei. Hoi.